Yo, wij zijn Ponkers. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe bluff. Bluff dat je een dag door het leven gaat als een dove en blinde. Het is vroeg op de ochtend en we zijn hier bij het huis van Bart. Hij is op ons aan het wachten, maar hij heeft geen idee wat we gaan doen met hem. Nee, jij hebt ook nog geen idee, want wat we vandaag gaan doen is we gaan vandaag naar de Efteling en het eerste ritje maak je in de Baron met Hartwell. En Bart heeft geen fucking idee. Ik wist dat ook niet, nee. Hey, goedemorgen. Dit is het laatste zonlicht wat jij ziet vandaag. We gaan naar binnen en we gaan jou eventjes helemaal onttoveren. Jij wordt blind en doof. En doof! Ja! Hey. Ik weet niet, ik vind het helemaal niet leuk. Om er zeker van te zijn dat Bart helemaal niks gaat zien, hebben we een theedoek. En een zwarte... Holy shit! Om ervoor te zorgen dat Bart echt helemaal niks ziet, heb ik hier spuitbus. En de bril. Spuiten maar. Maar, zoals we hebben gezegd, is Bart ook doof, dus we hebben oortjes. Sjonge. Ja, buddy, de deze maar in. Maar ik hoorde net waar we naartoe gingen, het is nog een eindje rijden ook. Echt? Jij gaat echt een leuk stukje rijden. Ik ga een stukje rijden. Hebben jullie Bart zijn huisgenoot al gezien? Nee? Fuck, lekker. Pas op. Grapje. Wat is er? Wat? Zei je iets? Je moet hier even tikken als ik naar als ik door. Zo. Bart, het is geen idee waar we nu naartoe gaan. Dat is gek, jongen. Ja, echt, hè, Bart? Blijf toch maar praten ook. Ja. We hebben iemand meegenomen die ons naar de locatie kan brengen waar we naartoe gaan. This is gonna be nice. Gaat hij nu zelf rijden? Nee, natuurlijk gaat Bart niet zelf rijden. Ik heb nu een systeem bedacht, of eigenlijk Bart heeft het bedacht, want ik kan niet communiceren. Dit is nee en dit is ja. Het voelt ook wel alsof een beetje kinderbegeleiding dit. We gaan lekker naar buiten, Bart. Weet nou dat Bart het op dit moment als ik goed doet, even duimpjes omhoog. En natuurlijk die verrassing straks, hij heeft geen idee. Ik neem even over, wat dan? En dit? Nou, daar zijn we dan. Zuid-Frankrijk. Lek, man. Heb je enig idee waar je bent? Hij hoort je niet. Even de muziek uit. Hoor je ons? Ja. Heb je enig idee waar je bent? Ik weet het wel zeker. Wat dan? Dolfinarium. Wat? Dat is een dolfijn. Je bent nu een aantal uren blind en een beetje doof. Ja. Hoe voelt dat? Wil je niet meer terug of denk je... Nou, in de auto is het heel relaxed. Ja? Gewoon alsof je een slaapmaskertje op hebt. Lekker. Maar als je dingen moet gaan doen, dan is het wel eng. Oké. Ja. Bart, ik ga je weer doof maken. Ik voel me net een god. Ik kan er gewoon zeggen, Bart, en nu ben je weer doof. We zijn nu op het moment aangekomen dat we gaan vertellen waar we zijn. Oké. En wat we gaan doen? Wat we gaan doen ook al. Nee, wat we gaan doen. Maar ik ga het nu afzetten. Je mag hier zien. Ja? Ja. Hier zijn we. Oh, kan je het zien? Wat gaat er vandaag open? Kan je het raden? Ja. Wat dan? Ja. Mijn nieuwe achtbaan, de Baron. De Baron. Oh, dus wat ga jij vandaag als een dove en blinde beleven? Wat kut. Ik wil een gouden kwartje. Peltie. De Baron. Ja. Maar ik heb echt de meest unieke ervaring van iedereen. Want ik ga gewoon blind, doof. Ik ga zoiets doen, nooit iemand. En ik ben gewoon de eerste ter wereld die deze achtbaan doof en blind gaat. Maar wij kunnen gewoon heel mooi alles zien, want het is een super mooie achtbaan. Ja, ik hou je hand af vast, hoor.
minuten in totaal. 2 minuten. Alright, there we go. Alright. Oké, okay, nou, we gaan het donker in. Waarschijnlijk zie ik er niet uit. Bart heeft geen idee wat hij moet doen. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Maar ik zal Bart helpen. Hij was Giel. Oh shit, daar gaan we. Ineens ging die los. Zo. Maar ik schreeuwde het uit en ik had echt zoiets van. One out top. Schreeuw jij, ja, ik hoor en, niet, en daarna gelijk die twist of whatever wat we allemaal gingen. Hey, wat vond je ervan? Ik vond het echt waanzinnig. Ja. Niet normaal. En weet je wat? Ik zeg het nou in elk interview. Als je hier beneden staat en je kijkt omhoog, dan denk je van ah, het valt wel mee. Maar als je daar boven hangt, het is echt sick. Ja. In welk land ben je vanavond? Ik vlieg echt over een uur naar Ibiza. Ik heb vanavond een eigen auto naar Ibiza. Wat een leven. Echt, hè? Wij moeten ook een sound system. Kunnen we nog een keertje? We hebben nu bijna de 200.000 abonnees. En dan zouden we het heel vet vinden om eigen track te maken. Ik had wel een beetje zo. Ja? Ah, top. Hey, top man. Bij deze. Dit was ziek. Hij is echt vet. Ik kom er ook net uit. Het is echt een hele vette achtbaan. Wil je elke dinsdag een nieuwe hashtag bluff? Vergeet niet te abonneren op Bonkers. Juist. En klik hiernaast voor een hele unieke video die we hebben gemaakt in dit park. Een 360 video. 360 graden. Alle linkjes vind je in de videobeschrijving. En dan zien we jou gewoon weer volgende week bij een nieuwe hashtag bluff. Ja, vergeet ook niet in de reacties te zeggen wat jij zou doen als je blind en doof bent. Ik vond het heel spannend, maar ben blij dat ik weer terug ben. Ja, je bent weer. Nog een keer. Ik ga nog een keer. Er staat geen rij.